Ik ga naar Marta Rotges, voorzitter van het ANO Fonds Waterschappen. En vandaag HR voor de Toekomst Festival. Jij bent een van de mensen die beslist over het geld in de ANO-fondsen. Waar geef jij je geld in uit? Wat is het allerbelangrijkste wat we doen? Wat het allerbelangrijkste is wat we doen, is volgens mij dat we in op HR de verbinding leggen met elkaar. Dat we leren van elkaar. Wat is dat? Wat is verbinding leggen? Wat is leren aan elkaar? Wat moeten we dan doen? Ik denk dat heel veel overheidsinstellingen zelf het wieland uitvinden zijn. En volgens mij moeten we daarmee ophouden. Volgens mij moet je veel meer uitwisselen, verbinding leggen met elkaar, leren van elkaar. En ik denk dat je daar een hele eind mee komt. Jij ziet ontzettend veel voorstellen langskomen. Wat is het laatste mooie voorstel wat je hebt gezien? Ik zie niet zo heel veel voorstellen langskomen, want dat is meer bij ANO Fonds. Beetje, welke had je langs willen zien komen? Welke had? Ik wil altijd heel blij van voorstellen als het over jongeren gaat en stagebedrijven. En jongeren, overheidsinstellingen die relaties aangaan met school. En dat je toch ook een beetje een goede plek bent als leerbedrijf. Hoe belangrijk is dit? Want vandaag, deze conferentie is gestart met eigenlijk het pleidooi, HR stopt ermee. En toch bestaan de ANO-fondsen. Waarom, wat is nou zo belangrijk dat jullie er toch zijn? Nou ja, de ANO-fondsen bestaan omdat wij dat gewoon als sociale partners van belang vinden. En het is natuurlijk onzin, HR moet ophouden. Ik denk wel dat we eens moeten nagaan denken van, zijn de grenzen van het integraal management niet bereikt? Hè? Want een van de kreten was van, de manager die doet het allemaal. Maar die manager die moet wel heel erg veel doen. Dus ik denk dat HR daar een hele goede rol in kan spelen. Verwachten we nu te veel van leidinggevende tegenwoordig? Dat die alles kan in plaats van HR's? Nou, die moet wel heel erg veel. Ik denk dat je daar ook gewoon reëler moet zijn. Dus dat als je verantwoordelijk bent voor een budget en verantwoordelijk voor P. En je moet ook nog heel erg meedenken in de ontwikkeling van al je ambtenaren. Ja, dan kun je ook wel zeggen van, raken we daar de grenzen niet. Super, dankjewel.